deze week in de Grote ADO Show. Het was weer Ladies Night. Er komt een museum over ADO. En Xander gaat kapot knallen. Dit is de Grote ADO Show. Van ADO Den Haag. Vorig jaar was het in het supportershal. Ik weet niet of je het je nog kan herinneren. Maar dit jaar is het echt totaal anders. Hier mogen de vrouwen lekker gaan shoppen. Er staan zo ongeveer 50 stands waar je kleding kan vinden, schoenen. Je kan je laten opmaken, je nageltjes laten doen. Het is over de top. Dit jaar is het totaal anders. Sterker nog, we hebben gewoon spelregels. De vrouwen die mogen hier zo gaan shoppen. Tot een uurtje over 22:30 worden lekker vermaakt met goede muziek. De mannen die mochten normaal gesproken nooit richting de Ladies Night komen, maar dit keer wel. Kom, ik neem je mee. Het vindt zich in ieder geval allemaal hier plaats in het Kyocera Stadion, dus niet in het supportershoop. En ze hebben dus een plek gecreëerd waar alleen maar mannen, zoals ik zeg, alleen maar mannen in en uit mogen lopen. Het gaat natuurlijk hier om de mannen. Die hebben ook een eigen plek gekregen tijdens de Ladies Night. Sterker nog, zij zijn lekker aan het kijken naar de wedstrijd Vitesse-ADO. Een drama. Echt een drama. Ga mee naar huis. Nou ja, ik dacht er eigenlijk aan om die kant op te gaan, richting een shoppen. Dan mag je niet komen. Nee, jij mag daar niet komen. Heb je wel je vrouw of je vriendin? Ja, die is daar. Ik hoop geld aan het uitgeven, denk ik. Moet je het af en toe even melden? Joh, schat, ik heb al 200 euro uitgegeven. Nee, nog niet. Het is alleen met contant betalen, hè? Wat heb je meegegeven aan haar? Niks. Alleen de pasje. Ik heb alleen de pasje. Nou, dan shopt ze waarschijnlijk vanavond niks, want je kan volgens mij niet binnen hier. Je zit eigenlijk altijd naar je te kijken. Ja, en dan zie je van dichtbij. Jullie hebben hier zo je mannenavond. Lekker voetbal kijken. Gaat hem niet worden volgens mij. 5-1 achter al. Dat is echt ellende. Ik ga maar een biertje drinken, gezellig. Heb je een vrouw meegenomen, je vriendin? Ja. Die zit aan de andere kant. Maar ja, die is weer geld aan het uitgeven, dus. Die komt dadelijk weer wat halen natuurlijk. Ja, wat heeft ze van jou gekregen? Contant geld, pasje? Ja, je weet het wel. Creditkaarten, even hop, hop, hop. Ja, zo gaat dat. Heb je een limiet opgesteld voor jouw schat, weet je, niet meer dan... Nee, maakt mij niet uit. Als ze maar gelukkig is en lekker shoppen. Als ze maar wat leuks koopt wat ze leuk vindt, dan vind ik het goed. En als je dan even moe bent van het shoppen en je wil gewoon een luchtje scheppen, dan kan je ook nog een wedstrijd bekijken van de ADO-vrouwen. En als ik op de scoreboard kijk, gaat het net iets beter dan bij de mannen, want ze spelen tegen PEC Zwolle 1-1. Dat is toch goed. Wilfried Kanon. Kevin en knallen kon hij echt buitengewoon goed. Hij was de eerste die hem in één keer inkreeg in het deurtje. Heb jij natuurlijk een beetje gemist of heb je het gezien? Ik heb dat helemaal gemist. Dit is ongelooflijk in één keer! Yes! Maar Kanon was dus de eerste die hem in één keer erin schoot. Dus ik had hoge verwachtingen. Maar ja, we hebben het gezien, hè? Heeft er niet veel van gebakken. Zero point. Zero. Jij stond erbij, dus jij hebt een beetje kunnen afkijken.
Ja. Heb je gelijk een tactiek helemaal in gedachten? Nou ja, je moet gewoon goed mikken en goed schieten, denk ik. Ja, het klinkt heel logisch. Ja, precies. Ja, ik vind het bijna een Johan Cruijffje. Ja. Hoe gaat het tot nu toe? Heb je het een beetje naar je zin? Ja, hartstikke leuk. Goeie groep, leuke groep. Ik ben hier wel op mijn plek. Ja, nou, in het begin kijk je een beetje de kat uit de boom. Ja, en daarna begin je gewoon wat langzamerhand meerdere jongens te spreken. En gelukkig ging het snel. Dit is heb je dat wel vaker meegemaakt eigenlijk bij een andere voetbalclub? Dat je in één keer dit soort spelletjes moet doen? Ja, bij Go Ahead vorig jaar moest je 10 bidons moest je omschieten. Om een kratje heen schieten wat in het midden lag. Ja, ik was daar zelf presentator van. Dus. Je was zelf presentator? Ik was zelf presentator, ja. God, de druk is bij mij nu ook in één keer opgevoerd omdat jij presentator bent geweest. De potten die op de grond staan, die zijn 1 punt waard. En dan de pot die daarboven hangt, beide, die zijn 2 punten waard. Je krijgt 5 ballen, dus je mag 5 keer schieten. Nou, het maximale wat je kan behalen zijn dus 10 punten. Nou ja, als jij er klaar voor bent, je mag de ballen neerleggen hoe je wil. Go for it. Voltreffer! Ongelooflijk! 2 potten in. Gewoon 2! Je hebt gewoon 3 punten al te pakken. Ja, nog 7 te gaan, hè? Ongelooflijk! Oeh, bijna. Ga je voor 7 of ga je gewoon voor de top? De top. Goed zo. Dat is jammer. Vind ik toch jammer. Ik bedoel, je begon goed. Ja. 3 punten gewoon in 1 keer gepakt. Ja, ik had direct mijn kruid verschoten. Dus. Ja, eigenlijk wel. Dat was het een beetje. Ja, ja. Je probeerde nog voor laag te gaan, maar dat is niet zo heel erg makkelijk, hè? Nou, ik ging eigenlijk voor hoog. Oh. Pff. Zo slecht raak ik de bal. Ja, het zag eruit alsof je voor laag ging. Ik weet inmiddels, je staat op nummer 2. Ah, top. Ja. Aaron nog steeds 4 punten, jij 3. Dus nou, prima toch? Redelijk tevreden. Redelijk, hè? Je hoopt op meer, hè? Ja, precies. Ja. Xander, dankjewel, hè? Alsjeblieft. En welkom bij de club. Dankjewel. En dan het klassement. Aaron nog steeds op de eerste plaats met 4 punten. Nieuwkomer Xander met 3 punten. Kevin 2 punten, Michiel 1. En Mike, Ekrem, Tyrone en Wilfried 0 punten. Tijdens de interlandperiode melden steeds meer ADO-spelers zich bij nationale teams. Bijvoorbeeld bij Oranje onder de 18. Zij wonnen deze week in een oefenduel met 2-0 van Servië. Ik ben Shagun Wobole, ik ben 17 jaar. Ik speel bij het eerste van ADO en ik speel bij Oranje onder 18. Ik ben Rodi de Boer, ik ben 17 jaar, ik ben keeper en ik speel bij het Nationaal Elftal onder 18 en bij ADO Den Haag onder 19. Het is wel een ander niveau dan je normaal hebt, want nu speel je gewoon met de beste van Nederland. Gewoon. Met onder 17 waren we ook al op het EK Malta. Toen vond onze studiebegeleider die vond het wel mooi als we allemaal mee gingen zingen. Dus daar hebben we het eigenlijk gekregen op een papiertje. Ik vind ook wel, het hoort erbij, je speelt voor Nederland. Ja, dan moet je ook gewoon meezingen. Dan bid ik tot God, want hij heeft mij toch hier gebracht. Ik had ook misschien nog steeds op mijn amateurveld kunnen staan, maar hij heeft bepaald dat ik hier zou spelen. Dus ik bedank hem altijd daarvoor. Af en toe zitten de wedstrijden helaas tussen dat je iets minder de bal krijgt. Maar dan moet je gretig zijn op die ene kans. Die heb ik gehad en die werd er helaas uitgehaald. Ja, en dat is dan wachten tot de volgende wedstrijd, dan moet hij er wel in. Je hoopt natuurlijk altijd dat je gewoon speelt. Maar ja, als het niet anders is, dan moet je het er maar mee doen. Ik hoop dat ik de volgende keer ook weer bij zit. Dan hoop ik dat het goed komt. Iemand van achter trapte op mijn kuit. Waardoor die eigenlijk gelijk op spanning stond en heel strak stond. Maar het was meer van, ja, je betekent niet zoveel meer dan voor het team. Dus dan heb je liever dat er een frisse speler in staat die dat wel kan. Ja, volgend jaar heb je voor onder 19 heb je EK. Geloof ik. En daar werken we wel naartoe. Wanneer gaan we jou vast in het eerste elftal zien? De stappen, ja, die probeer je te maken.
En natuurlijk ben je gewoon nog jong, dus je hebt eigenlijk nog alle tijd. Maar ja, je wilt natuurlijk wel zo snel mogelijk, dus daar wordt aan gewerkt. TV-zender Fox zond woensdag een documentaire uit over Lex Schoenmaker. Met een kijkje in het verleden en heden van het ADO-icoon. Makers Bart Nolles en Jim van der Del vertelden dat de documentaire begin 2015 ook op TV West te zien zal zijn. En afgelopen vrijdag was het een slechte dag voor ADO. Onze jongens verloren helaas met 6-1 tegen Vitesse. Zaterdag 18 oktober tegen NAC Breda pakt het hopelijk beter uit. ADO Den Haag bestaat volgend jaar 110 jaar en de club heeft echt een kleurrijke geschiedenis. Van het Zuiderpark tot hier in het Kyocera Stadion. Maar waar kunnen we die geschiedenis nou zien en aanraken en voelen en doen? En dan heb ik het echt over dingetjes als een klein eitempje wat op je zolderkamer vandaan komt. Tot aan de beker en de schaal natuurlijk die we ooit hebben gewonnen. Het ADO Museum is een feit, het wordt gebouwd en ik mag jou meenemen voor een kijkje achter de schermen. Natuurlijk is een icoon als Lex Schoenmaker ook bij het museum betrokken. Wat zijn voor hem nou de meest bijzondere stukken? Nou, er zijn eigenlijk natuurlijk twee een keer kampioen worden met ADO, Eerste Divisie. Nou, dan hebben we die schaal liggen en natuurlijk de beker waar je in gevoetbald hebt in ADO. En de beker gewonnen heb in 1967-68. Bij ADO dachten ze altijd, joh, die beker die staat ergens in een keukenkastje of bij wie dan ook thuis. Maar dat is gewoon een fabeltje geweest. Die beker die was altijd van de KNVB. Dus mensen hebben echt gewoon elkaar beschuldigd en gezocht en bij elkaar in de keukenkastjes gekeken van waar is die beker nou? Ja, misschien. Nou, maar iedereen zei binnen ADO, ja, die beker die moet er zijn, want die hebben we gewonnen, dus die is van ADO. Maar dat is helemaal niet waar, want sinds 2001 krijgt de finalist en de winnaar, die krijgt een replica van de KNVB. En dat is het hele verhaal. En de echte beker blijft altijd in Zeist. En die is helemaal zilver. Dus wordt dan replica wordt daar gegeven. En die weegt 20 kilo, dus is bijna niet te tillen. Het was zeker tijd voor een museum voor onze favoriete club. Want we bestaan inmiddels alweer behoorlijk wat jaartjes. 1 februari volgend jaar zijn we 110 jaar oud. Dus we hebben wel in die 110 jaar heel wat meegemaakt. Leuke dingen, minder leuke dingen, prijzen gewonnen. En het idee van een museum bestaat al heel lang. Bij de bouw van het stadion, toen was er geen geld. Is nog steeds geen hosanna dat geld. Maar we hebben het opgepakt met wat mensen, met een stichting, Rood Groen Geel, de Haagse Kleuren. En we zijn volop bezig en we naderen het moment van opening. Het is een pilaar met allemaal mooie aanplakbiljetten die we hebben gemaakt. Over een jaar kunnen we vervangen. We proberen het museum levend te houden, steeds andere dingen. Hier komt een groot videoscherm. Je ziet allemaal vitrinekasten, die zijn beschikbaar gesteld door het Legermuseum. En elke kast wordt gevuld met spullen uit een bepaalde periode. Iedereen weet wie de grootste collectie in Haag heeft. Dat is John van Zweden. En die hebben benaderd of hij wat wil doen voor het museum. En dat doet hij graag. Dus deze kast gaat gevuld worden door spullen, of met spullen van John van Zweden. Nou, een hele hoop bijzondere items zijn er straks te zien in het museum. Jullie zoeken nog één dingetje, nou ja, vooral vanuit een bepaalde periode. Nou, we zoeken het liefst natuurlijk zaken uit de tijden van de oprichting. En dat kunnen zijn kaartjes, toegangskaartjes, aanplakbiljetten, foto's. Alle dingen zijn welkom hoor, bij het ADO Stadion. Want ze hebben daar natuurlijk keihard aan gewerkt om deze residentieclub in volle glorie tentoon te stellen. Dus wat dat betreft moeten we gewoon daar met z'n allen voor zorgen dat het ook net zo mooi wordt als bij Feyenoord of bij Ajax. En misschien nog wel mooier. ADO-journaal. Joe! Ja, wat hebben we vandaag? Niet zo weinig. Was een beetje een drukte van belang van de week in het stadion. Rellen, vechten, je kent het wel. Kijk even. Nee, pakken.
lekker met die ME ook. Nog een keer duidelijk, hè, want ik heb het ook in beeld gebracht. Het was niet echt, hè? Het was niet echt. Het is oefenen. En dat hoeven ze hier nooit te doen, want wij zijn een lief publiek. Dit was het Radio Journaal. Tot volgende week. Laters. Ik ben net bij de mannen binnen geweest. Ik ga gewoon lekker met de meisjes shoppen, omdat het kan. Wat een humor dit zeg, je benen opmaken. Jullie zitten echt al door die rekken heen te snuffelen en te doen. Ja, dit is al de tweede ronde zelfs. Ben je daarvoor eerst naar je man teruggelopen met de vraag, joh schat, mag ik nog wat? Ik ben slim geweest, ik zit gewoon thuis. Ja, ja groot gelijk, ja. Dus je bent echt wel een beetje een voetbalvrouw. Ik ben wel echt een, nou, voetbalvrouw, voetbalfan. Wat? Je bent voetbalfan, ja. Maar ADO speelt vanavond, hè? Ja, tegen Vitesse. Ja, maar het is niet dat je denkt, ga even kijken bij de mannen. Nee, ik doe straks wel even snel kijken op teletext wat er tussen staat. Je leest het wel terug. Ja, we kijken het wel terug. Ja, absoluut. Het leuke is dat je hier niet alleen kleding kan halen en scoren, maar ik heb ook gezien dat je je kan laten opmaken. Even checken. Ja, super. Niks meer aan doen. Hoeveel vrouwen heb je opgemaakt? Nou, zeker de helft al. Er is niets opvallends. Twee mannen achter een stand bij de ladies night die dus wat dingetjes aan het verkopen zijn. Zijn jullie verdwaald? Ja. Nou ja, wij kijken onze ogen uit de hele avond. Dus... Ik hoor al de hele tijd van de mannen, dit is echt een snoepwinkel. Oh, wat denk je? Ja, kijk eens goed rond. Jullie zijn aan het genieten, ja, hè? Ja, de hele avond. En dit vind ik zo lachen van ADO. Hè? Normaal gesproken kom je hier, ben je gewoon lekker een wedstrijd aan het bekijken. Zit je daar boven op de tribune. Maar ze doen hier echt van alles in het stadion. Je kan lekker shoppen. Ik zag al wat vrouwen aan de bar hangen. Die waren al uitgeshopt. De mannen hebben ook lekker hun eigen avond. Zijn lekker aan het pokeren. En dan straks komen we weer allemaal gezellig samen en gaan we dansen. Het shoppen is bijna voorbij. De dames en de mannen die gaan zo meteen heerlijk feesten. Ik ga naar huis, want ik heb een gekke shop. Dus ik wil alles lekker gaan ophangen in mijn kast. De vrouwen heb ik alleen maar vrolijk voorbij zien komen. De mannen iets minder, want we hebben flink verloren van Vitesse. Ik ben daarom benieuwd wie de speler van de week is geworden. En helaas, er waren geen voldoendes, want we verloren tegen Vitesse met 6-1. Op 3, Wilfried Kanon. Een 4,4 scoort hij in de week dat hij naar Ivoorkust gaat en mogelijk international wordt. Op 2 staat Dion Malone met een 5,3. En op nummer 1 deze week topscoorde Michiel Kramer van de Eredivisie. Hij scoorde ook tegen Vitesse, hij heeft een 5,4. Dan het algeheel klassement en daar ook een paar wijzigingen. De nieuwe koploper is Dion Malone. Hij volgt Hans op, die zakt naar nummer 3. En op 2 Thomas Christensen. Wil je de volgende keer op mij stemmen? Stem dan hier. Komt er? Stem dan hier. De grote ADO-show weer voor deze week. De eerstvolgende wedstrijd staat gepland voor zaterdag 18 oktober. En dan moeten onze jongens tegen NAC Breda. En volgende week vrijdag zijn wij er weer met een nieuwe show. Tot dan, ciao!